Wat is buitenspel? Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in populariteit. En het helpt dan ook dat het EK vrouwenvoetbal dit jaar in Nederland wordt gehouden. Ik ben dus heel erg benieuwd wat de Oranje Leeuwinnen eten op een dag. En daarom ga ik morgen een dag helemaal volgens hun eetschema doen. Maar om me goed voor te bereiden en om de Oranje Leeuwinnen even van dichtbij te bekijken, ga ik vanavond naar Tilburg om de wedstrijd van Nederland tegen België te bekijken. Zin in! Maar ik ga natuurlijk niet alleen. Ik neem mijn vriendin Nicole mee, die heel veel verstand heeft van voetbal. Go Oranje! Woehoe! We moeten natuurlijk wel eerst even de nagels lakken. En dat is altijd een goed idee in de auto. Watch it. Oh! So beautiful. Iets wat de voetballers niet zo vaak eten, denk ik. Ik ben nog nooit bij een voetbalwedstrijd geweest. Nee, ik ben echt nog nooit bij een voetbalwedstrijd geweest. Eigenlijk best wel raar. Dit was mijn eerste keer en ik vond het zo leuk. Ik wil nu echt iedere keer. En nu heeft ons Oranje ook nog gewoon gewonnen. Echt fantastisch. Slaapkop. Het is inmiddels de volgende dag, dus vandaag ga ik eten als een profvoetballer. Ik ben heel benieuwd hoe ik me ga voelen. Het bleek nogal moeilijk om een eetschema van een van de Oranje Leeuwinnen te krijgen. Dus ik heb zelf even iets gezocht op internet. En ik heb iets gevonden van een sportdiëtiste die ook dus profvoetballers begeleidt. Ze beschrijft twee verschillende dagen. Een normale dag waarin gewoon wordt getraind en een wedstrijddag. Nou, ik ga natuurlijk de wedstrijddag doen, want als je het doet, moet je het goed doen. En als ik dat zo lees, dan vind ik het echt een heel bijzonder dieet. Ik heb echt nog nooit gezien dat sporters zo eten. Dus ja, ik ga het proberen. Ik zou zeggen, doe gezellig met me mee. Go Oranje! Wij beginnen de dag met een paar boterhammen. Witte boterhammen met confituur. Wat gewoon een heel chic woord is voor jam. Ik voel me gewoon weer helemaal kind. Ik denk echt dat ik geen grapje maak als ik zeg dat dit 15 jaar terug is dat ik voor het laatst witbrood heb gegeten. Waarom zou je nog witbrood eten überhaupt? Het idee erachter is waarschijnlijk dat het licht verteerbaar moet zijn. En dus denk ik dat je magen dus
niet zoveel vezels hoeven te verwerken en dus niet zoveel energie hoeven te gebruiken. En je meer energie kunt gebruiken om ja, te sporten en te knallen. Maar het blijft toch een beetje een gekke suggestie hoor, vind ik het. Ik kan me niet voorstellen dat de oranje leeuwinnen dit daadwerkelijk ontbijten. Volgens mij eten die veel gezonder. Hebben jullie dat ook altijd, dat iedere keer als je een maaltijd voorbereidt, dat je dat dan gewoon thuis in de koelkast laat liggen? In plaats van meeneemt naar je werk. Ik word zo moe van mezelf. Het gebeurt me echt altijd. Ik heb dus nu ook mijn lunch klaargemaakt thuis. Heel braaf. Nu ben ik al op kantoor, ligt er in de koelkast. Het is inmiddels 12:30. Ik sterf van de honger. En omdat ik dus mijn lunch ben vergeten thuis, moet ik het nu gaan halen bij de lokale Chinees. En dat is geworden... rijst met zoetzure saus en groenten. Ik kan me nog steeds niet helemaal voorstellen dat die voetballers dit eten. Wat denk jij waarom ze zulke vezelarme voeding eten? Ja, zeker weten doe ik het niet. Maar ik hoorde wel dat mensen die duursport doen, bijvoorbeeld een marathon lopen, dat die geen vezels willen van tevoren. Omdat vezels natuurlijk zorgen dat je darmen gaan werken. En je wil natuurlijk tijdens een marathon niet naar de wc. Dus misschien dat dat de reden is waarom je hele vezelarme dingen eten op een wedstrijddag? Ja, er zit wel wat in. Voor als je denkt, wat een mager maaltje. Er stond expliciet bij dat er geen vlees of vis door de saus mocht zitten. Dat is waarschijnlijk dan ook weer te heftig voor de maag of zo, denk ik. Tada, de pre-wedstrijd snack is dit. Mijn versie van een voetbalwedstrijd is een lesje Rowcycle samen met mijn collega's. Yay! Want ik denk niet dat het een goed idee is om mij te laten voetballen. Ik denk dat niemand daar gelukkig van wordt. En Rowcycle is iets heel tofs. Namelijk, ja, de basis is een beetje hetzelfde spinning. Alleen is het dan inclusief gewichten en nog meer upper body oefeningen. En met harde muziek en met iemand die heel hard tegen je staat te schreeuwen dat je moet doortrappen. En ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar het moet echt heel leuk zijn. Dus ik ga nu kijken hoe ik het hou met deze voeding in mijn maag. Jezus Christus. Oh nee, pardon. Jeetje, mineetje. Wat vonden jullie, jongens? Heel tof. Jeetje, wat ben ik rood. Oké, dit was echt zo leuk. Zo leuk. Maar echt. Als je een keer in Amsterdam bent en je denkt van nou, ik wil even zweten. Boek gewoon een les. Even tussendoor. Doe het wel aan het einde van de dag, want je bent kapot. En belangrijker, ik heb het volgehouden op dit dieet. Het is gewoon goed gegaan. Dus misschien is het wel een miracle dieet. Een wonder dieet. Want het ging echt lekker. Het ging echt lekker. Ja. Wat doe je? Het is een zak met rijst en uien. En ik weet niet waarom hij hier ligt, dus het leek me een goede prop. Aangezien we het over dieet hebben. Oké. Maar ga verder. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze special video. Ik zie jullie dinsdag weer met een nieuw experiment. Bedankt voor het kijken. Zei ik dat net ook al? Doei! Kiss Jellybean.